alsjeblieft. Ik ben het niet eens met wat Janine zei over je, maar in één ding heeft ze wel gelijk. Je moet het de tijd geven. Nina en ik blijven elkaar hier wel de hele tijd tegenkomen. Ja. Maar als je elkaar uit de weg gaat, dan kun je ook nooit nader tot elkaar komen. Ze is bang voor me. Dat is een irreële angst. Zo voelt Nina dat niet. En het helpt niet als jij dat tegen haar zegt. En als ik het doe al helemaal niet. Ze is bang. Ik heb benzine over haar heen gegoten en het aangestoken. Schat, je was ziek. Ik had meteen weg moeten gaan toen ik zag dat ze het niet trok. Oh, ik ben blij dat je dat niet gedaan hebt. Ik had me niet door jou moeten laten ompraten. Het is alleen maar erger geworden. Niet alleen Nina is gestrest, Janine kan dit er ook echt niet bij hebben nu. Ik vind het fijn dat je hier bent. Telt dat ook misschien een beetje? Dit huis is groot genoeg voor jullie allebei. Jullie vinden vast wel een manier om hier samen mee om te kunnen gaan. Hoe dan? Regels wie op welk moment waar mag zijn? Ik vind zoiets niet erg, pap, maar voor Nina werkt dat niet. Zij woont hier, ik ben een indringer. Zo is het nou eenmaal. Dit is net zo goed jouw thuis. Pas als Nina dat ook zo ziet. Kun jij een kamer voor me boeken in de Rozenboom? Dan spreken wij elke dag ergens af of we bellen. Maar dan wordt alles hier gewoon weer zoals het was.